dag voor de wereld? Ja, nou, ik vind het een historische verkiezingsoverwinning van de heer Trump. Het Amerikaanse volk heeft zijn land en democratie heroverd. En zichzelf bevrijd van een politieke elite die hun niet vertegenwoordigt. Nou ja, wat de Amerikanen kunnen, dat kunnen wij ook. Ik ben ervan overtuigd, ook wij worden in Europa en in het bijzonder hier in Nederland vertegenwoordigd door politici die niet de belangen van het Nederlandse volk nastreven. Die net als in Amerika, met alle verschillen die er natuurlijk zijn, als het gaat om ons geld, als het gaat om onze grenzen, als het gaat om onze banen, de verkeerde beslissingen nemen. En willen wij, want de politiek zal in het Westen, in Europa, in Amerika, na gisteren nooit meer hetzelfde zijn. Neemt u van mij aan, dit is geen incident. De politiek zal nooit meer hetzelfde zijn.